Vanavond is Zwolle honden als dat van Nederland! Yeah! Mijn hond heet Vicky. Vicky met CK, het is een rashond. Is een doorzichtige Italiaanse tekkel. En Vicky wil graag eigenlijk zien waar heeft Proosty hier in Zwolle zijn roots. En wat eigenlijk niemand wist in Zwolle was dat de bijaardier toen de tijd, in de tijd van oma Bettens en Proosty, muziek speelde voor de hond Proosty. En ik heb de bijaardier gevraagd en ik heb hem zover gekregen. Speciaal voor al uw honden zal straks de Peperbus twee nummers gaan spelen, speciaal voor uw hond. Ja, speciaal voor uw hond, hè? Maar hier liep, in de tijd van oma Bettens en Proosty, zijn scheepshond, liep daar eigenlijk de IJssel voorbij. En wat er dan gebeurde, dit was eigenlijk de plek waar oma Bettens met Proosty aan wal kwam. En een man en een hond, die een aantal weken, maanden op zee hebben gezeten, hebben aan twee dingen behoefte. Eén leg ik er niet uit, en die andere is bier drinken. En wat ze dan altijd deden, dan gingen ze hier naar de herberg. Vandaar dat hier in de Belgische Keizer als enige horecagelegenheid in Zwolle het oma Bettens bier wordt gebrouwen. Ik ben zo schrikker. Kom maar. We hebben hem gevonden. Hier ligt Proosty begraven, dames en heren. Even voor de duidelijkheid. De verhalen die ik vertel, die zijn soms waar en soms niet waar. Maar het leuke voor u is, u mag zelf bepalen wat waar of niet waar is. Hè? Dat begrijp ik. Blaffen, dat is duidelijk. Hier volgt een masterclass en ik wil graag voor de goede orde even de bassen bij de bassen. Dus 1, 2, 3. Waf. Ja, dat was heel duidelijk. 3. Boep, waf, boep, waf, boep, waf, boep, waf, boep. Boep, boep, boep. Moet je maken. We doen nu woef, waf, woef. Ja? 1, 2 en 3 en 4. Woef, waf, woef. Woef, waf, woef. Sterker. Woef, waf, woef, woef, waf, woef, waf, woef, 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 woef. Ja, die vond je, hè? Ja, heel. Weet je hoe die heet? Nee. Vicky. Oh, weet je wat, Vicky. Weet je wat bijzonder aan die hond is? Nee. Die hond is 3 jaar oud en ik heb hem al 4 jaar. Dat schept een band. Oh, dat is hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Dat gaf van allemaal best. Oh, sorry. Ontroerend verhaal, dit. Ja, trek je. Ja. Toch stik die correlatie even nu. Ja, ja. Ja, daar. 1, 2, 3. Bandy, komt ie aan. 1, 2. Hup, hup, hup. Dit is echt een nagedachtenis aan Proosty. En u ziet het, zo bekend. 1669 tot ongeveer 2000 heeft hij geleefd. Komt door de leventraan van oma Bettens, hè? Heeft uw hond ook zijn vaste plekjes waar hij zijn behoefte doet? Maar hier ligt de laatste droom van Proosty. Hier ligt hij. Je mag hem wel even van dichtbij komen bekijken. Ga pas na 24 uur stinken, dan zijn we toch al weg. Zie. Dit is echt de laatste, deze. Het gaat om deze droom, hè? En er is ook een speciaal stadswapen en dat is uniek. Dat hangt ook maar op één plek en dat kan uiteraard in Zwolle zijn. Waar Proosty en Vicky
mijn doorzichtige Italiaanse tackle. Eigenlijk is er maar één plaatje waar ze samen op staan. En dat is het stadswapen van de tacklestad Zwolle. En die hangt hier. Je ziet het. Hallo 1609. Roosie en Vicky. De twee gebroederde tackles. Met daartussen het stadswapen van Zwolle. Hun waren echt de bewakers van de stad. Je zou je bijna vergissen, of niet? Oh. Dit zijn hondenijsjes. En hondenworstjes. Waar gaat hij voor? Waar gaat hij voor? Hij gaat voor de hele schaal! Je bent lauwe daarom. Ja, precies.